Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 16 december. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag de sterfdag van mijn oma. Ik zat er al een beetje mee van, is het nou vandaag? Of ik twijfel tussen de 14 en de 16. Dat betekent ook dat het nu eergisteren, 13 jaar geleden was dat ik mijn zwemdiploma haalde, want ik was daar vrij laat mee, maar dat was toen best wel vervelend, want ik had mijn zwemdiploma gehaald en vrij snel daarna was mijn oma overleden. Dus ja, dat was gewoon best wel naar, zeg maar. Maar mijn oma is nu 19 jaar geleden overleden, dus dat is al best wel lange tijd natuurlijk. Maar ja, ik zat er wel een beetje mee in mijn maag van, is het nou vandaag? Toen zei mijn moeder dat ik denk, ja, ik had toch gelijk. Maar goed. Leuk dat je in ieder geval weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. En ja, waar ik toch even met jullie over wil hebben is de lockdown. Want het gaat echt fantastisch in Nederland. Niet. Laat ik vooropstellen dat ik het best wel bizar vond toen ik las dat de HEMA open bleef. In eerste instantie zou dit zijn voor de rookworst en voor de taart. En dan denk ik van ja, maar is dat echt nodig? Zouden mensen echt niet 5 weken zonder een rookworst van de HEMA kunnen? Ik kan me wel voorstellen, als jij een taart hebt besteld bij de HEMA, dat het heel vervelend is dat jij die taart niet kan ophalen omdat er ineens lockdown is. Omdat die winkels dicht moeten. Als je nou in een dorp woont, zou een winkel nog kunnen besluiten. Ik heb dit zelf al gezien op Facebookpagina's van een dorp waar ik dan zelf geboren ben. Die hebben gewoon aangekondigd van er zijn mensen die bestellingen hebben gedaan. Die gaan wij dan gewoon op afspraak thuis bezorgen. En ja, met betalen. Misschien dat ze dan gewoon een pinapparaat bij zich hebben. Of dat je gewoon contant kan betalen. Dat weet ik niet. Maar die hebben gewoon gezegd, we gaan gewoon thuis bezorgen. En dan komt dat gewoon goed. Ik zou me kunnen voorstellen dat een HEMA in een dorp daar ook voor zou kunnen kiezen. Als daar de capaciteit voor is. In een stad wordt dat denk ik al snel wat lastiger. Maar die mogelijkheid zou er zijn. Alleen, toen werd er later bekend dat HEMA naast de rookworst en de taart ook babykleding verkocht, schrijfwaren en verzorgingsartikelen. Ik geloof dat er nog wat op stond, maar dat weet ik niet meer precies. Nou ja, toen hadden we natuurlijk een aantal winkels die dit ook verkopen. En wat hebben die winkels nu gezegd? Wij gaan open. Een Zeeman, die is alweer open. Tenminste, dat heb ik gehoord. Ik weet niet hoe dat hier is. Want Zeeman verkoopt schoonmaakartikelen, maar ook verzorgingsproducten. Vibra, idem dito. Vibra die heeft gisteren gezegd, wij gaan morgen open. En wat zei de Action? Wij gaan ook vanmiddag weer open. Want wij verkopen ook die spullen. En eerst had de Action ook heel netjes op hun site zijn. De Nederlandse winkels zijn tijdelijk gesloten. Zodra er meer bekend wordt, zullen wij het op de website vermelden. En nu heeft Action gezegd, nu staat het op de website, wij gaan vanaf vanmiddag zijn wij gewoon weer open. Dit gaat niet goed. Lockdown is lockdown. Het is heel vervelend. En weet je, ik kan me wel heel goed indenken dat een drogisterij open mag. Want een drogisterij verkoopt ook pijnstilling. En pijnstilling kun je niet in elke supermarkt kopen. Of ze hebben maar een heel beperkt assortiment. Of je moet er heel duur aan. Dan is het toch wel heel prettig dat je bij een drogisterij gewoon wel een huismerk kan kopen. Want ook niet de dure merken zijn voor iedereen te betalen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel fijn is dat als jij bijvoorbeeld een klein kindje hebt en je hebt bijvoorbeeld niet zo heel veel te besteden, dat het gewoon wel prettig is dat je bij een drogisterij wel gewoon de huismerkluiers kunt kopen of het huismerkvoeding. Niet elke supermarkt zal dat hebben. Ik weet eigenlijk niet of supermarkten überhaupt huismerken hebben omtrent luiers en babyvoeding, want ik zit daar natuurlijk helemaal niet in. Ik weet dat Nathalie en Frank eigenlijk normaal hun luiers ook wel bij de drogisterij halen. En ook wel eens bij Albert Heijn, zei Frank. Babyvoeding krijgt Lente niet uit een potje, want Lente krijgt borstvoeding. Dus, maar goed, ik kan me daar nog in denken dat dat gewoon fijn is voor mensen die het ook niet zo breed hebben, dat ze dat bij een drogisterij kunnen halen. Ik las zelfs ook dat het niet zo heel goed is. Dat was een comment van iemand. Dat het niet zo heel goed is als je kindje een bepaald voeding gewend is. Als je gewoon geen borstvoeding geeft en je ineens overgaat op andere voeding. Want dat zou niet zo goed zijn voor het buikje. Maar ik snap niet. Kijk, ik snap sowieso niet zo goed waarom een Vibra en een Zeeman
ook schoonmaakartikelen en verzorgingsartikelen verkopen. Dat snap ik gewoon nog steeds niet, want het is ooit bedoeld als kledingwinkel, dus waarom? Ik hoorde zelfs van Nathalie, die had het ook weer gehoord, dat er zelfs kledingwinkels open zijn. Dus ik ben heel benieuwd of dit nog een staartje krijgt. Ik hoorde, las net wel dat de HEMA, die gaat vanaf morgen gewoon weer dicht. Dus ja, ik snap het allemaal niet zo goed. Maar goed, ik wilde dit toch even met jullie delen, want ik begrijp er helemaal niks van. Je hoeft mijn mening ook absoluut niet te delen, maar ja, ik wil het toch even vermelden. Want zo voel ik het. Ik heb een nieuwe oogschaduwpalet gebruikt en ik vind hem echt heel erg mooi. Er komt volgende week een review van online. Ik heb gisteravond gekeken naar Perfecte Plaatje, maar het gaat volgende week verder. Ik ben wel heel blij dat Stefano is overgebleven. Bibi ook. Jannie moest naar huis. Ja, ik ben zelf niet een groot fan van Bibi. Ik vind haar niet echt heel leuk of zo. Ik vind haar een beetje raar. Maar dat is puur persoonlijk. Stefano had er ook weer zulke toffe foto's gemaakt. Echt, hoe je erop komt, jongen. Fantastisch. Daarna heb ik nog een klein stukje van Commando's gekeken. Ik heb intussen mijn foto's bewerkt. Die zijn zo goed als af. Ik heb de vlog ook al afgemaakt. Dus dat was echt heel fijn. Ging ook gewoon wel lekker. En ja, ik vind het gewoon lekker om dan ook alvast te doen. Ik heb weer naar eigen kweek gekeken, seizoen 3. Dus dat betekent wel dat dit het laatste seizoen is. Ik dus echt nog maar een afleveringetje of 5 heb. En dan is dat ook weer klaar. Vind ik wel jammer. En ik heb Rex gekeken, dus dat was verder mijn avond. Ik ga hier nu lekker aan de schoonmaak, want de katten hadden ook gespuugd. Helaas wel op mijn kleed. Maar ik spuit dan altijd even die carpetreiniger die ik ooit bij IKEA vandaan heb gehaald. En dan kan ik het er zo uitwrijven, dus dat gaat wel goed. Maar ik moet hem even goed afzuigen, dus ik ga hier even lekker aan de gang. Dus ik ga jullie erbij zetten, ik ga een muziekje aanknallen. Even hier eerst even stoffen en dan ga ik wat doen. En dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Dus dat is de planning. Dus ja, tijd om maar even wat te gaan doen. Want ik zit alweer best wel een tijdje tegen jullie te praten. Dus ik ga aan de gang. De woonkamer is helemaal schoon. Ik heb lekker even een poosje geknutseld. Het was wel eventjes lekker om even bezig te zijn. Of je hoofd een beetje leegmaken. Alleen, ja, ik blijf een beetje hoofdpijn houden de laatste dagen. Dat is niet zo fijn, maar goed, het zal wel weer overgaan. Maar ik ben in ieder geval wel even lekker bezig geweest. En dat is altijd wel prettig. Ik kreeg net ook het bericht door dat het kabinet heeft ingegrepen. En die heeft gezegd, die winkels gaan gewoon dicht. Dus de HEMA, de Action en de Vibra, die gaan gewoon weer dicht. Mogen niet open. Ik denk ook heel goed dat het kabinet hierop ingrijpt. Want dit is gewoon niet normaal. Dus daar ben ik op zich wel blij om. Want ja, zo gaat toch, gaan toch, wordt het toch, wordt er toch weer een eigen plan getrokken. En dat vind ik gewoon niet oké. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik kijk vanavond Steenrijkstraat Arm. En daarna kijk ik eventjes 4 handen op 1 buik terug. Dat had je gisteravond, dat heb ik opgenomen. Ik moet sowieso de vlog inplannen en nog even een thumbnail maken. Ik moet mijn artikel schrijven en ik heb eigen kweek en Rex en dat is het ook wel. Ik had gisteravond zoiets schattigs. Ik ga even kijken of het... kan vinden hoor.
Want Muisie lag ineens in het mandje. Ze gaat daar nu ook weer in liggen trouwens. Even kijken. Of ik de foto's kan vinden. Hier ligt Muis er alleen in. En hier is Tijgertje erbij gekropen. Echt heel schattig. Kijk, Muis zit er nu ook in. Dat vind ik echt heel lief. Die zitten eventjes na te smikkelen van het eten. Want ze hebben het lekker gegeten. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga straks lekker douchen. Lekker frietjes heb ik. Dus ik ga lekker voor de buis hangen. En eventjes nog wat werk doen op de laptop. En dat is het ook wel. Dus ja, toch wel een lekker middagje. Morgen even boodschappen doen. Dus even kijken hoe dat uit moet qua drukte en zo. Maar dat is weer een zorg voor morgen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag, het is 17 december. Ik ga mezelf even klaarmaken en jullie even bijpraten, want mijn coach komt zo. Het licht is niet echt geweldig, maar er komt Max de grote lamp aan. Net, maar de camera staat er echt letterlijk naast. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb Steenrijk Straat Arm gekeken. Dat was een hele mooie uitzending. En het valt me ook op dat ze nu voor de tweede keer op rij eigenlijk... iemand hadden die al bekend was. Dit was Fabrizio. En ik heb die naam wel eens langs zien komen. Want ik weet hij in... Was dat Love Island? Of iets anders zat? Ik weet het niet. Ik kijk al die programma's niet. Was een tattooartiest. En ja, ik vond het wel een hele mooie uitzending. Gewoon ja, wel mooi zat het in elkaar. Daarna heb ik Vier Handen op één Buik gekeken. Dat vond ik ook een hele mooie uitzending. Ik vond het ook wel zielig, want dat meisje dat was opgegroeid in tehuizen eigenlijk. Haar ouders konden niet voor haar zorgen toen ze nog heel jong was. Dus zij was daar opgegroeid en nu ja, hadden haar ouders, die had ze wel weer contact mee. Maar haar moeder was ernstig ziek, die had COPD en ze wisten eigenlijk in eerste instantie niet of ze het zou halen. Tot de bevalling. Dat is uiteindelijk wel gebeurd, maar ze werd wel steeds warriger. Karin Bloemen was de bekende moeder. Vond ik wel heel verrassend, want die was nog niet eerder hierin geweest. Dus dat vond ik ook wel een keer leuk, dat het echt een keer totaal iemand was die nog niet had meegedaan. Ik heb de thumbnail gemaakt. Daarna heb ik een artikel geschreven. En ik heb weer Eigen Kweek gekeken. Ik vind het zo'n leuke serie. Als je echt op zoek bent naar een serie die ook gewoon... waar je eigenlijk niet echt bij hoeft na te denken, is Eigen Kweek wel echt een goede optie. Daar heb ik ook wel van genoten. En ik heb Rex gekeken. Dus nou ja, eigenlijk gewoon een prima avondje. Niet heel bijzonder, maar gewoon ja, lekker. Ja, ik terwijl ik me klaarmaak, kwam mijn coach, die komt straks, die kwam al vroeg, die komt om 12:30. Dus dan is het even boodschappen doen en ik vind het best wel spannend, want ik vraag me echt af hoe druk het nu gaat zijn. Nu alles natuurlijk dicht zit, als het goed is de weekmarkt er nu niet, dus er is, als het goed is, nu wel voldoende parkeerplek, want volgens mij mogen weekmarkten ook niet meer. Dacht ik het gehoord te hebben. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Want door de corona is het toch allemaal best wel druk. En ik merk toch wel dat ik er toch wel ja, best wel wat stress van ervaar. Ik moet sowieso postzegels halen, want de kerstkaarten moeten erop. Ik ben eigenlijk weer veel te laat. Elk jaar denk ik, oh, ik moet het echt vroeger doen. En dan toch op een of andere manier, dan gaan de weken toch weer harder dan dat ik eigenlijk denk. En dan denk ik, oh ja, shit, ze moeten nu wel echt op de bus. Want anders ben ik gewoon echt te laat. Dus die gaan we maar even posten. En ik heb even een boodschappenlijstje gemaakt. Ik moet nog even chocomel op, want dat ben ik vergeten. Ja, op zich eigenlijk is dat ook wel de planning. Het is niet heel bijzonder of zo, maar nou ja, het is wat het is, zeggen we dan. Dus ja, als ik dan terug ben, misschien nog even wat aan de was doen. Ik wil sowieso nog even een wasje gaan draaien. Ik ben nu toch alweer vrij vroeg terug, dus
Ja, wat dat betreft is het al eventjes fijn om dan een wasje aan te zetten. Ik moet nog even de was opvouwen, want ik denk dat die er nu hangt wel droog is. Maar ik heb het wel weer super koud. Blijft ook wel een dingetje. Ik heb wel gewoon, ja, ik heb ook niet een hele dikke trui aan. Want eigenlijk zitten de meeste truien nu al in de was. Ik heb alles weer een keertje aangehad en dat gaat ook zo hard. Maar goed, ik ga gewoon even wassen de was, want hier zit ook weer echt onwijs vol. Jullie kunnen het nu niet zien, maar het is minder erg als 2 weken terug. Maar op een of andere manier komt die wasmand bij mij nooit leeg. Maar ja, dat zijn ook dingen, daar moet ik mee dealen, denk ik dan. Maar goed, ik ga me eventjes verder klaarmaken en dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben. En dan ja, ga ik even kijken wat ik verder nog kan doen. Inmiddels is het 10:50 en mijn coach is er nog niet, want het werd pas 1:15, zei ze. Dus ik kon rustig aan doen. Ik heb nog even lekker op de bank gehangen, want ik heb het echt ijskoud. Dus een beetje mijn eigen schuld. Ik heb een jurkje aan en ja, zoals ik al zei, mijn trui zit in de was. Ik had het eigenlijk al gezegd, ik weet het niet eens meer. Maar goed, dus ik ben nu aan het wachten nog steeds. Oh, ik ben een beetje moe nog. Ik heb ja, gewoon een beetje raar geslapen ook. En nog even net lekker dat warme tijdje tegen me aan. En dan heb ik het nu gewoon weer ijskoud. Maar goed. Ik heb even stof gezogen. De kattenbakken zijn geschept. Ik heb de kerstkaart al in mijn tas gestopt. Kan ik even postzegels halen. We kunnen die daar eventjes op. En we kunnen die straks op de bus. Als het goed is gaan we nog een kopje koffie drinken, maar dat weet ik niet. Ik zou nu wel even lekker zijn, ik heb het echt ijskoud. En ik ben zelf eigenlijk niet iemand die overdag koffie pakt. Ik weet niet, ik drink overdag eigenlijk gewoon altijd ander drinken. En dan s'avonds altijd rond 7:45, meestal in de reclame van GTS Steve. Eigenlijk altijd doe ik dat, behalve op vrijdag. Want op vrijdag heb je natuurlijk geen GTS Steve meer, dan doe ik een kopje koffie. Maar dat is ook wel spannend. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt. Nou, ik krijg nu een appje binnen van mijn coach. Of we eerst boodschappen zullen halen. Dus ik ga zo eventjes naar de wc en alles verder klaarzetten. Dan kan ik zo gelijk... Ja, we gaan daarna een bakje doen. Dat vind ik wel ideaal, dat de meldingen ook op mijn telefoon binnenkomen. Als het goed is, heb ik 2 kerstkaartjes in de bus zitten. Want ik had al een berichtje dat... van de PostNL app. Als het goed is die van mijn moeder en van Nathalie. En nou ja, goed. Ik ga even verder mijn spullen klaarmaken. En dan zie ik jullie straks weer. Zo, inmiddels weer thuis. En ik ben ook weer even omgekleed. Want het was zo druk. En als het druk is, dan ga ik heel erg zweten. En daar kan ik heel slecht tegen. Dus ik heb maar eventjes weer een ander jurkje aangetrokken. Deze is wel met 3/4 mouw. Want de jurkjes met lange mouwen, die waren inmiddels allemaal in de was. Ik heb er eigenlijk maar 1 met lange mouwen. Waarom zeg ik dat ze in de was zitten? Ik ben een beetje van mijn apropos. Maar het was heel druk in de supermarkt. En dan ga ik heel erg zweten. En daar voel ik me dan niet prettig bij. En dan krijg ik echt zo'n... Dat gaat ruiken. En dat vind ik gewoon vies. En anderen zullen nog niet geroken hebben. Maar als ik mezelf ruik, vind ik het smerig. Ik had wel een heel leuk kerstkaartje van mijn moeder. Kijk, met een poesje. Superleuk. Alleen het kerstkaartje van Nathalie was er nog niet. En dat is wel jammer. Maar die verwacht ik morgen. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Dan ga ik even zo een spijkertje slaan. Want ik ga de ster even verhangen. Want dit vind ik gewoon geen porum. En ik had van een van jullie dus een hele handige tip gehad om een zuignapje te halen. Maar die hadden ze bij de Action niet. Dus dan moet ik even iets anders verzinnen. Maar ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Dan ga ik daarna nog even de was opvouwen. En nou, even wat dingetjes doen. Bij de Plus heb ik katten voor gehaald. Ik heb schnitzels gehaald. Die gaan zo'n gouden vriezer in. Ik heb ook kerstkoekjes gehaald. Een chutje. Vanavond eet ik aardappelschijfjes met een tataartje. Want ik had vandaag, straks al een broodje heb ik op. Ik heb alvast een flesje olie gehaald voor de fondue. Ik heb chocomel. Even nieuwe handschoentjes. Boontjes.
patat en 2 zakken met aardappelschijfjes. Wc-papier. Dan heb ik nog cola hier. Nog even kransen, die kunnen eruit. Bij het kruidvat heb ik nog deze leuke gehaald. Die ga ik op de slaapkamer ophangen. Er kunnen ook lampjes in. Dat vond ik wel gezellig staan voor het raam. En wat had ik nog meer? Oh ja, eventjes paracetamol. Dan heb ik spinazie gehaald. Alvast kinderchampagne. Ik vind het gewoon heel erg lekker voor het oud en nieuw. En ik dacht, nu stond het er. Eventjes de latte macchiato voor de dolce gusto. Alvast wat dingetjes voor de fondue. Ik heb al ook nog even slaafwinkel gehaald. Voor de fondue heb ik al kipfiletjes. Oh ja, die moeten wel in de vriezer. Slaafwinkjes. Die moeten ook in de vriezer. Daar heb ik 2 pakjes van gehaald. Ik heb al even biefstuk meegenomen. En eventjes mini varkenshaasjes. En ik had een Red Bulletje meegenomen. Dat zijn de boodschappen. Ik ga dit even opruimen. En dan ga ik daarna eventjes zorgen dat het hier even weer wat netter wordt. De katten hadden een bal uit de boom gehaald. Dus dan moet ik even een nieuw haakje voor halen. Want ik weet echt niet waar het haakje gebleven is. Het is hier al donker. Ik ga de boom even aan doen. Dan ga ik eventjes die dingen ophangen. Ik zag net ook... Oh, hier ligt ook een dolletje. Ik moet even een beetje puinruimen hier. Dus dat ga ik even doen. Dan zet ik hier bij het wasopvouwen nog wel even erbij. Goeie leven, hebben net lekker gegeten. Dus daar ben ik blij om. Mijn nagellak is heel beschadigd, deze nagel. Dus het gaat er straks af. Ga ik even dit kleurtje erop doen van Catrice uit de Carrier Couch Collection. Ik wil morgen een video gaan opnemen. En dan vind ik het toch wel fijn als mijn nagels er een beetje mooi uitzien. Doe ik gewoon even een nude kleurtje op. Ik vond dit kleurtje op zich wel leuk, maar ik vind hem ook wel een beetje aan de witte kant. Maar ja, dan ben ik er ook klaar mee. Ik heb even hier het een en ander gedaan. De was die ligt boven in de kast. Ik zie hier dat mijn ondergoed niet helemaal netjes dicht zit. Ja. Dan gaan de katten ermee spelen. Dus dat ligt lekker in de kast. Ik heb de ster dus verhangen. Het is nog steeds niet geweldig. Maar ja, het komt dus omdat ik met een touwtje zit. Ik heb dus nu een spijkertje geslagen. Het is beter omdat het was. Maar ja, het is gewoon eventjes zo. Ik kan er eventjes niks anders mee. Dus ik heb nu hier een verlengsnoer. Alleen dit snoer kan er dan niet in. Dus die heb ik maar even er zo overheen gedrapeerd. En heb ik daar stopcontact wel vrij voor de laptop. Ik heb ook eventjes een kerstkaartje opgehangen erbij. En ik heb het... Kijk, het kerstboompje is er. Ik zal even het lampje aandoen. Kijk hoe leuk. Ja, het filmt niet echt lekker natuurlijk. Omdat je tegen het licht in je filmt. Maar ja, ik vind hem wel leuk hangen daar. Nog even de kerstster eventjes water geven. Dan heb ik toch wel weer het een en ander gedaan. Dus toch wel blij mee. Groente afgehaald vanmorgen. Dus ja, toch nog wel eventjes zo lekker dat je dan toch nog even een korte tijd over hebt om wat dingen te doen. Dus daar word ik altijd wel blij van. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Daarna ga ik lekker douchen. Ga ik straks eten. Vanavond ga ik 100 jaar jong terugkijken. En daarna kijk ik meester Frank Visser. Mijn nagels dus eventjes doen. Deze lak eraf halen voor het douchen. Ik vind die ster wel echt verschrikkelijk hangen. Oh. Komt, het snoertje is ook niet zo heel lang. Dus ik heb niet echt een lekker lang snoer of zo eraan zitten. Ja, als ik hem gewoon zonder... Ja, ik denk ook dat het aan het touwtje ligt. Maar als ik hem zonder touwtje doe, denk ik dat hij helemaal niet mooi had. Ik ga zo nog even vogelen. Dan laat ik je het morgen even zien. Ik moet de foto's bewerken. Ik wil vast wat aan de video doen vanavond. Ik ga lekker eigen kweek weer kijken. En ik heb vanavond weer zonnestad. En dat vind ik ook heerlijk. Dus echt wel een lekker avondje in het vooruitzicht. Ook wel blij dat ik al best wel veel voor de kerst heb meegenomen qua boodschappen. Want ik dacht, ja, nu hebben ze het. Laat ik het gewoon meenemen. Alleen er was weer even gedoe bij de apotheek.
Ik was een paar weken geleden was ik naar de dokter geweest voor die medicatie. Had ik jullie verteld, nou die medicatie krijg ik dan nu weer. Toen had ik gevraagd van kan die medicatie, oh ik heb een klit, in herhaalmodule. Nou dat zouden ze regelen, maar blijkbaar kon dat dus niet. Dus ik sta voor die service locker om mijn medicatie eruit te halen. En die medicijnen zitten er niet bij, dus ik naar binnen. Mondkapje vergeten. Dus ik snel terug naar de auto, mondkapje halen. Dus ik deed mijn verhaal eventjes. Nou ja, ze hadden hem dus wel in die uitgifteautomaat gedaan, maar hij was er dus niet uitgekomen. Dus hij zat er nog in. Dus uiteindelijk heb ik wel mijn medicatie. Maar ja, dat zijn dan weer even van die dingetjes, die kosten dan weer even tijd. En ja, vooral omdat het allemaal niet zo heel vlot ging. Er stond bij Lidl stond al een best een lange rij. Maar ja, goed, dat zullen we wel eventjes blijven houden verlopen. Ik heb in ieder geval hier en daar wat opgeruimd. De keuken moet vanavond nog even goed opruimen. En, maar ja, goed. Dus in ieder geval heb ik wel een lekkere avond op te plannen. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ja, ik ga nog even met die ster prutsen en dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie je morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 18 december. Ik ben klaargemaakt en heb weer een aantal nieuwe make-up producten uitgetest, zoals elke vrijdag. En ik heb gisteravond mijn nagels gedaan, dit nude lakje. Dat is dus deze kleur die ik je gisteren al eventjes liet zien. Komt uit de Caviar Couch collectie. Dit is de C02 Eternal Shine. Maar hij valt een beetje tegen. Want je ziet heel erg de witte randjes er doorheen. Als je heel goed kijkt. Dit zou je natuurlijk kunnen verhelpen door er een witte basislak onder te doen. Maar ja, die behoefte had ik gisteren niet direct. Omdat ik dacht ik ga van het weekend toch mijn nagels weer in een andere kleur doen. En ik wilde deze sowieso nog testen. En ik eigenlijk gewoon allemaal niet zo goed rond kon krijgen. Omdat ik voor kerst eigenlijk altijd standaard rood met gouden glitter doe. En met oud en nieuw meestal zwart met glitter. Maar ik heb ook nog een glitterlakje. En die wil ik dan met oud en nieuw gaan gebruiken. Dus ja, het is niet geweldig. Laat ik dat voor opstellen. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb ook nog even met Nathalie gebeld. Het was heel gezellig. We spreken elkaar met de app wel veel, maar meestal telefonisch niet zo heel veel meer. Dat was voorheen altijd wel zo. Toen ze nog thuis woonde, belde ze altijd als ze ging douchen. Ja, nu ze natuurlijk ook een heel eigen leven heeft, is dat niet meer zoveel. Maar als we elkaar dan spreken, is het heel gezellig. Dus even een beetje gekletst. Ik heb Goede Tijden gekeken en ik heb daarna 100 jaar jong teruggekeken. Vond ik echt heel erg mooi. Ik vind het zo'n aandoenlijk programma. Ik vind het zo leuk om te zien hoe die mensen in het leven staan en hoe ze alles doen. Dus dat vond ik heel mooi en Gordon doet het gewoon fantastisch. Ik vind hem echt heel goed in dit programma. Daarna heb ik even Meester Frank Visser gekeken, was ook wel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt, alleen ik moet nog even één nieuwe foto maken, want daar was ik niet tevreden over. Dus dat moet nog even gebeuren, die moet ik dan ook nog eventjes bijwerken. Ik heb een klein deeltje van de video ben ik mee begonnen, maar die is nog niet af. Dus ik heb vanavond nog best wel wat werk te doen, maar dat geeft niet. Ik heb weer lekker naar eigen kweek gekeken. Heerlijk. En daarna heb ik Zonnestad gekeken, was ook echt super spannend. Dus dat was verder mijn avond. Niet bijzonder, maar gewoon lekker. Nu ga ik zometeen even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En daarna wil ik even alvast de Action Shop log gaan opnemen, die pas januari online komt. Die komt pas 2 januari online. Klopt dat? Ik ga het even nakijken. Want ik ben nu zelf een beetje. Ik ben zelf een beetje aan het twijfelen of dat dan al 2 januari. Ja, 2 januari komt die online. Maar omdat er wat kerstspullen bij zitten die ik toch jullie wil laten zien, denk ik, nou, dan ga ik gewoon alvast de shop nog opnemen. En ik weet anders ook niet zo goed hoe ik het rond moet breien. Want dan kan ik maandag de video voor volgende week zaterdag opnemen. En die maandag erop een video voor woensdag. Dat is dan de laatste video van 2020. Dus dan heb ik het eigenlijk allemaal mooi ingepland. Ik baal wel een beetje, want ik wilde een was aanzetten. En Muis heeft gisteravond een overgeefsessie gehad. En toen gingen ze op een gegeven moment gingen ze ook overgeven in op het kerstboomkleedje. Dus die moet even gewassen worden, want dan kan die er gewoon weer netjes onder. Maar aan de andere kant, ik wil ook de handdoeken wassen. Ik moet de zwarte was nog. Maar ik wil morgen ook eventjes mijn diepvries ontdooien. Want dan kan ook even het vlees voor de fondue erin voor kerst. En dan heb ik gewoon weer een hele schone vriezer. Dus dat vind ik ook wel prettig. Maar goed, ik ga nu eerst even stofzuigen. Dan ga ik de spullen klaarzetten voor het filmen. En dan ga ik dat eerst even doen. Daarna ga ik even bullet journalen en daar ga ik jullie dan even bij zetten. Dus dat is nu even de planning, dus tijd om dat te gaan doen. Zo, ik heb inmiddels de video opgenomen. En ik heb een heel erg leuk kerstkaartje binnengekregen van Nathalie. Zij heeft deze helemaal zelf gemaakt. Superleuk.
Het envelopje is ook zelf gemaakt. En ik kan eventjes kijken. Heeft ze ook compleet zelf gemaakt. Dus ook echt super leuk. Dus die ga ik zo even ophangen. Intussen maak ik even een verdeling met spullen die naar boven kunnen van de Action. En die beneden kunnen blijven. Want de kerstcadeaus kunnen op zich beneden blijven. Want die kan ik dan van de week gewoon eventjes gaan inpakken. Dit is voor kerst. Ik ben wel blij dat het er nu op staat, moet ik zeggen. Want het was wel eventjes weer een dingetje. Maar eigenlijk, ja, als je er gewoon eenmaal mee bezig bent, dan lukt het ook wel. Dus dat was wel fijn. Ik ga zo eventjes wat drinken. Dan ga ik even naar boven zetten. Dus dit allemaal wegzetten. En dan ja, ga ik gewoon eventjes de spullen pakken en knutselen. Dus ja, op zich is het eigenlijk allemaal wel prima. Ik mag op zich wel benieuwd blijven. Dus ik ga dit eventjes verdelen. En dan zet ik jullie zo bij de knutseler er gewoon eventjes bij. Kaartje van Natalie hangt er intussen bij, dus dat is ook top. Hangt wel leuk zo. Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik heb een beetje opgeruimd. Ik heb even lekker gebullet journaled. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen, want ik heb wederom weer hoofdpijn. Misschien komt het door het clipje, maar het zit niet echt heel erg strak of zo. Ik weet soms niet waar het vandaan komt. Ik heb de ster nu trouwens zo hangen. Het is nog steeds niet perfect, maar het is beter dan het was en ik krijg hem gewoon niet beter. Dus het is voor nu maar even wat het is. Dus ik heb nu dan, ja, het gewoon even zo hangen. Ik vind het voor nu wel even prima, want ik kon er verder gisteren ook nog niet heel veel meer mee. Dus nou ja, het is wel eventjes goed. Ik moet nog eventjes hem op centrifugeren zetten, dat kerstkleedje. En is die klaar, dan kan die weer onder de boom. En dan ga ik morgen even wat wasjes draaien. Verder vanavond, ja, ik wil nog even een deeltje van Commandos afkijken. Ik kijk even Man bij het Hond XL terug. En even het laatste deel van Undercover, wat ik nog moest van vorige week. Want vanavond heb je als het goed is weer een nieuwe. Dus moet ik nog even tegen mijn moeder zeggen. En dan, ja, verder ga ik... Oh, ik moet die foto's nog maken. Oh, dat moet ik zo eerst eventjes doen. Eerst even die foto maken.
duurt ze nog een beetje licht. En dan kan ik die vanavond bewerken. Dan kan mijn artikel online. Dan kan ik de video in elkaar zetten. Dus dat wordt verder mijn avond. Ik heb weer lekker eigen kweek en zonnestad. Daar heb ik wel zin in. Dus ik ga er verder wel een beetje proberen een rustig avondje van te maken. Alleen nog even aan het werk. Dus voor YouTube en mijn blog. Maar nou, dat is op zich een beetje standaard dingen. Dus dat geeft op zich niet. Maar op zich was het wel een positief dag. Ik ben wel blij dat die Action Shop blog erop staat. Want dan kan ik van het weekend ook de cadeautjes inpakken. Dan staat alles gewoon klaar. Volgende week, aankomende week, is best wel een drukkere week. Gewoon qua schoonmaken en zo. Dus nou, dan kan ik dat mooi even allemaal regelen. Ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu toch niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen en dan straks even lekker douchen en dan eten maken en de bank op. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 19 januari. Ik ben klaargemaakt en ik werd wakker met het bericht dat acteur Bram van der Vlucht is overleden. Ja, toch wel heftig, want het is toch iemand uit je jeugd. Een soort van jeugdheld als je het over Sinterklaas had. Dacht ik toch direct aan hem en ik denk dat veel mensen van mijn generatie of misschien ouder dat gewoon ook hebben. Ik kan me ook voorstellen als je nog ouder bent dat je misschien echt iemand hebt van je eigen jeugd die Sinterklaas heeft gespeeld, maar dat heb ik nooit meegekregen. Ik doe even mijn horloge vast. Dus ja, dat vond ik toch wel heel erg sneu. Hij had ook corona blijkbaar. Hij is in zijn slaap overleden. Ik denk wel dat een van de mooiste... Die zin die gaat niet kloppen. Ik denk dat dat wel een mooie dood is op zich als je in je slaap overlijdt. Want je voelt niks. Maar ik vond het toch wel heftig. Daarnaast las ik net ook het bericht dat het dochtertje van Jan Dulles is overleden. 3 maanden oud. Hoe verschrikkelijk is dat? Ook spontaan overleden. Echt... heel heftig. Meisje was in september geboren. Dus nou ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ja, dat zijn dan weer berichten. Daar word je dan mee wakker. En dan denk je van, oké, ja. Deze wereld leven momenteel. Maar goed. Ik heb gisteravond gekeken naar een undercover. Die had ik nog van vorige week staan. Die stond er ook niet helemaal op. Daarna heb ik gekeken naar Eigen Kweek en Zonnestad. Wat super spannend was. En ik heb ook nog eventjes Man bij het Hond gekeken. En daar moet ik altijd verschrikkelijk bij lachen. Omdat het gewoon heel, heel grappig is. En ik heb een deeltje van Commando's afgekeken. Dus het is verder wel geen spannende avond. Maar gewoon prima. Ik ben wel heel lang met de video bezig geweest. En daar wil ik even wat bij vertellen. Want ik kreeg net een reactie van een van jullie. Dat het stukje waarin ik laat een item zien voor fotografie, voor licht. En dat klapt open. En toen kreeg ik een reactie, dat zit er 2 keer in. Dat klopt, dat heb ik bewust gedaan. Want ik zag dat deel van de video en ik zag mijn gezicht. En ik dacht, wauw, hier deze moet ik er gewoon nog een keer in doen, maar dan in slow motion. Dus het klopt dat dat stukje er 2 keer in zit, heb ik bewust gedaan. En dan even in slow motion, dat je even zoiets hebt van... dat je nog een keer mijn schrikgezicht ziet. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden, maar... omdat ik dit zag en ik had gelijk een idee bij deze video. En ik dacht, ja, zo wil ik dat gaan doen. Het kan zijn dat je het helemaal niet leuk vindt natuurlijk. Ik heb mijn artikel geschreven, maar ik was met alles echt super laat. Want het vlotte allemaal niet echt lekker. Dus ik ben echt best wel laat aan het werk geweest daarmee. Maar goed, het is allemaal afgekomen. Nu ga ik zometeen even mijn kwasten wassen, stofzuigen, kattenbak scheppen. Dan ga ik even de vriezer ontdooien. Dat moet echt even gebeuren. Dus daar ga ik zo ook maar even mee beginnen. Die ga ik even uitzetten en de bakken eruit. En dan kan ik even stofzuigen. En dan ja, ga ik even met de föhn erop. En dan ga ik dat doen. Ik ga de kwasten wassen en ik ga nog even beurtjuren. Ik zet jullie alleen even bij het kwasten wassen erbij. En ja, dan ga ik dat maar eventjes doen. Want het is al iets later dan gepland. Toen ik even de video zat te kijken, zat ondertussen even te appen. Dus nou ja, soms heb je gewoon van die dagen. Ik heb wel weer lekker gesport, dus dat was top. Maar goed, nu is het tijd om eventjes wat te gaan doen. Dus ja, ik ga de camera wegleggen en wat doen. Thank you.
even van de kerstboom. En als je er dan dit in vindt. Kijk. Mickey zit in de kerstboom. Die ga ik eens even heel rap uit de kerstboom halen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, ze is erin gekomen. Dus ik hoop dat ze er weer uitkomt. Maar dit is niet helemaal fijn. Nou, ik ben klaar hoor. Mickey is uit de kerstboom. Die hebben net ook gegeten. Wat een gedoe. Ineens hoor ik allemaal geritsel. Ik denk, ze zit toch niet één in de boom. Maar ja, ze zat erin. Je hebt het zelf kunnen zien. De vriezer is klaar. Hij is helemaal ontdooid. Ik heb de bakken helemaal schoongemaakt. Nog wat dingen weggegooid die niet meer goed waren. Dus heb ik allemaal, alles is klaar. De bakken zitten er nu weer lekker in. Dus hij staat weer aan. Dus heerlijk. Ik heb het nu ook echt ijskoud. Maar dat komt. Ik kreeg hele koude vingers van die bakken schoonmaken. Dus op zich warmde ze wel weer een beetje op. Omdat ik daarna de kwasten heb gewassen. Dus dat is wel prettig. Gewoon een fijn gevoel dat het weer schoon is. Want ik heb ook gelijk het vlees van de fondue er nu ingelegd. En je hebt gelijk weer een stuk meer ruimte. Dus dat is echt wel heel fijn. Daar kan ik ook echt wel van genieten. Ik heb nog even lekker geknutseld. Maar mijn batterij is nu bijna leeg. Dus op zich was het eigenlijk wel een fijne middag. Ik ga zo lekker relaxen. Dan ga ik eten en douchen. Nou, andersom douchen en eten. Vanavond kijk ik Oh Wat Een Jaar. En daarna de top 4000 muziekquiz. Daar heb ik heel veel zin in. Ik wil wat aan een vlog gaan doen. En misschien alvast wat foto's bewerken. Omdat ik deze week een iets andere planning heb. Omdat ik vooruit moet werken. Ik ga sowieso eigen kweek kijken en Zonnestad. Dus het wordt eigenlijk gewoon een heerlijke avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga mijn batterij op de oplader doen. Omdat hij gewoon echt bijna gaat uitvallen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 20 december. En ik zit lekker op de bank. Ik heb met Ajax opgestart. En ik heb geluk, want het is vandaag op tv. En dat vind ik wel heel fijn. En ze spelen om 2:30. Dus dat is echt top. Dus dat heb ik al aangezet. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbakken doen. Wel even de groenten afhalen. En ik ga even vast de kerstcadeautjes inpakken. Dan wil ik jullie dan even bijzetten. Want ik wil jullie wel even nog laten zien wat ik heb gekocht. Sowieso kan ik nu het cadeautje van mijn moeder laten zien. Omdat ik die al best wel lang geleden heb gekocht. Ik heb er nog wel iets bij gedaan. Maar ja, dat kon ik toen niet laten zien. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Ik heb Oh Wat Een Jaar gekeken. Ik moet wel zeggen, ja, ik vond het iets minder interessant, want het was het jaar 1964. Daar weet ik helemaal niks van. Dat maakte het voor mij iets minder leuk. Maar goed, ik heb het wel gekeken. Daarna heb ik de top 4000 quiz gekeken. Dat was erg leuk. Daar heb ik wel erg van genoten. Ik heb weer eigen kweek gekeken en ik heb gekeken naar Zonnestad. Beide ook weer erg leuk. Ik heb de vlog altijd met gisteren af. En daarna heb ik wat foto's alvast gaan bewerken. Omdat de planning deze week iets anders is. Ik zit hier met een hele nieuwsgierige Mickey op schoot. Dus het was op zich een prima avondje. Ik heb alleen niet heel lekker gegeten. Ik had al niet heel erg trek toen ik ging eten. En ik ging gewoon patat eten en ik had toen ik de vriezer ontdooide nog wat aangebroken zakken gevonden. En ik dacht, die kan ik beter eerst opmaken, maar die lagen blijkbaar al zo lang dat het gewoon echt niet meer smaakt. Dus ik heb het ook gewoon weggegooid. Ik heb gelukkig nog een hele verse nieuwe zak, dus die ga ik vanavond bij mijn schnitzels eten. Maar nee, het smaakte me gewoon totaal niet, het eten. Ik weet niet wat het was, maar het komt wel weer goed. Ik ga zo ook even een was aanzetten, want dat is ook echt even nodig, want ik heb veel te veel. Dus ik ga beginnen met de handdoeken. Dan hoop ik van de week nog even wat bij te kunnen wassen. Het ligt er even aan hoe snel het droogt natuurlijk. Verder ga ik nog even foto's maken en ik laat jullie even zien wat ik ga fotograferen. Dus verder niet echt een hele bijzondere planning. Een beetje standaard, maar zo eerst even de stofzuiger doorheen trekken, want ja, dat is wel echt even nodig. Dus dat ga ik even doen. Dan laat ik jullie straks even de cadeautjes zien. En dan zet ik je er even bij als ik ze ga inpakken. Dus dat is voor nu even de planning. Nou, Ajax gaat super goed. We staan al met 4-0 voor. Dus dat is top. Maar ik ga jullie even de cadeautjes laten zien. Ik heb voor mijn moeder heb ik dit geurtje gekocht. Het De Chalot Eau de Parfum. De blauwe variant. Want ik weet dat zij die altijd heel erg lekker vond. Dus die heb ik. Voor lente heb ik een zachte pop. Ik ga deze er eventjes afhalen. Maar ik dacht, dat is wel leuk, want zij kan natuurlijk nog niet echt met harde spullen spelen.
En voor lente heb ik ook dit bounce en rolballetje. Deze is vanaf nieuwe maand, dus die vond ik wel heel leuk. Dus je had hem in twee varianten. Alleen bij de Action waar ik was, had je hem alleen in deze kleur. Dus die heb ik gekocht en die zit er binnenin. Zit het balletje in het groen met rood. Dan heb ik voor mijn loodje sloffen. Die waren gevraagd. Bierglazen. Die stonden ook op de lijst. Dan heb ik hier nog gewone glazen. Dit zijn longdrinkglazen. Inpakpapier heb ik hier. Voor mijn moeder heb ik nog dit zeepompje gehaald. Want die had zij, ik had haar over verteld, want het leek haar ook wel lekker. Dus die. En dan heb ik nog wijnglazen. Voor rode wijn. En ook voor witte wijn. Dit komt allemaal ook nog in de Action Shop log. Maar omdat die pas in januari online komt, dacht ik, ja, dan kan ik alvast even laten zien wat ik heb gekocht. Dus ik ga dit even inpakken. Nou, de fotospullen. Ik ga de collectie van Caviar Couch fotograferen. Waaronder dus dit nagellakje. Een oogschaduwpalette. Deze glitterlak. Twee lipproducten. Ik heb hier nog een kwastje. En ik heb een highlighter. Dan heb ik deze curl forming spray die ik ga fotograferen voor een extra video met daarbij de plumping mousse. Dan heb ik een waterproof mascara van Soda. En als laatste de fixing spray van het kruidvat. Dus ik ga hier even foto's van maken. Echt, kijk hoe mijn pakketjes erbij staan. Zo ziet de hele tas eruit met de cadeautjes. Dus nou, top. Dus ik ga even foto's maken. En dan zie ik jullie straks alweer even. Zo, ik ben klaar. Ik ben ook echt letterlijk net pas klaar met de foto's. Ik heb ze nog niet eens kunnen importeren. Want ik ben echt net pas klaar. Dus ik heb net alles opgeruimd voor zover dat lukte. De katten hebben gegeten. En importeren is nu ook niet het belangrijkste. Dat kan van de week ook wel. Maar ja... Het duurde eventjes. Ajax heeft gewonnen met 4-2. Daar ben ik heel blij mee.
En het goede nieuws is dat dat klapding uit die AliExpress video, dat ik die terug op de vouw heb gekregen. Dus hij zit weer terug in het hoesje. Jippie, hoe fijn is dat? Want hij lag nu op de slaapkamer open en wel. En ik dacht, ja, ik wil jou terug inklappen. Daar moet een manier voor zijn. En ik had hem ineens gevonden. Maar een beetje vouwen lukte het. Dus heel blij mee. Die zit er weer lekker in. De cadeautjes zijn natuurlijk ingepakt. Dus eigenlijk al met al toch nog best wel wat drukker geweest. Maar dat geeft niet. Ik ben het gewend op zondag. Ik kan toch niet stilzitten. Maar ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond, ik wil sowieso nog even een deeltje van... hoe heet dat? Commando's kijken. Ik ga Van God Los kijken en daarna een stuk van Undercover. Het was echt super jammer, want Witsen kwam niet meer. Dus ik heb geen Witsen, maar kan ik die dingetjes wel gewoon eventjes gaan kijken. Dus dat is ook prima. Ik hoop dat de was straks klaar is. Die is nu nog aan het draaien. Kan ik die vanavond ophangen. En dan van de week nieuwe wassen draaien. Het is nodig. Echt waar. Maar goed, dat is een klusje voor van de week. Eerst deze was maar weer droog krijgen. Verder kijk ik vanavond De Laatste Eigen Kweek. Dus dan moet ik weer op zoek naar een nieuwe serie. Ik heb Rex. Ik wil foto's bewerken voor morgen. En ik moet ook nog een nieuw boek uitkiezen. Want mijn boek is alweer uit. Heb ik net zo'n mooi boek. Is het alweer uit. Dan ga je er zo snel doorheen. Er is altijd eventjes ook een dingetje. Dan ben ik echt aan het zoeken van, oh ja, wat wil ik nu gaan lezen? Weet ik dan nooit. Maar goed, dat is een klusje voor vanavond. Ik ga sowieso mijn nagels lakken. Want die zien er ook niet meer uit. Althans, ik wilde gewoon even lekker een kleurtje overheen. Dus ja, eigenlijk wel een chille avond. Straks lekker douchen en dan eventjes lekker eten. En dan ga ik de bank op en mijn dingen verder doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Dus ik ga bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 21 december. Ik ben klaargemaakt en ik ben oprecht een beetje stil. Want ik ben net eventjes naar de brievenbus geweest en ik heb gewoon een hele lieve kerstkaart van een van jullie gekregen. Zij had mij al verteld via Instagram dat ze een kaartje had opgestuurd. Hoe leuk is die? Met een hele lieve tekst binnenin. En dan zit er gewoon heel lief een bandje bij met love. En een cadeaukaart van de Boozy Shop. En ik moet zeggen, ik ben er gewoon even stil van. Dat er mensen zijn die dit mij gunnen, die mij volgen. En ja, ik ben heel dankbaar hiervoor. Deze kaart heb ik gekregen van... van Marianne. En zij heeft mij een poosje geleden ook al zo'n onwijs lief pakketje opgestuurd. Dus Marianne, echt super bedankt voor je hele lieve, lieve kaart. En hele lieve cadeautjes die erbij zitten, want... Ik had dit niet zien aankomen. Dus ik ben er echt een beetje stil van. Maar ik ben er heel blij mee en ook heel dankbaar voor. Dus ga je nog eventjes een Instagram berichtje sturen om te bedanken uiteraard. Maar ja, dit doet even wat met me. Ik heb nog een kerstkaart, die ga ik zo even openmaken. Oh, die kan ik al openmaken. Dat is deze. Die heb ik ook gekregen nog. En deze is van mijn vader en zijn vriendin. Dus nou, superleuk. Ik heb net ook een kerstcadeautje al binnengekregen. Dat is ook heel bijzonder. Dat heb ik gisteravond besteld en lag nu al voor de deur. Dat ga ik gewoon nog even inpakken. Ik weet natuurlijk al wat erin zit, maar dat leg ik dan even onder de boom. Ik ben ook wel iemand die voor mezelf ook wat kerstcadeautjes koopt. Dus ja, zo ben ik eenmaal. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan met dit kleurtje. Ik vind het lakje echt fantastisch. Er zitten hele kleine glittertjes in. Ik denk niet dat hij het scherp stelt. Maar dat is dus dit lakje van de kerstcollectie van Essence. En dit is de kleur 02 Happily Ever After. Ja, echt fantastisch leuk kleurtje. Ik denk niet dat hij het haalt tot kerst, maar ik ga donderdagavond sowieso mijn nagels eventjes kerstproef maken. Maar wel een heel leuk kleurtje en hij ruikt fantastisch lekker. Hij zit echt een geurtje aan, het was aan die roze ook, maar het ruikt echt heel erg lekker. Dus nou, wat dat betreft, ja, echt heel fijn. Ik heb alleen nu lipstick op mijn hand, want ik kwam net met mijn hand langs mijn mond. Ik heb...
net even een telefoontje gedaan. En dat wilde ik eigenlijk van de week al doen. Maar ik moet zeggen, er waren wat dingen voorgevallen. Ik kan niet echt in details treden. Maar ik was op dat moment zo boos. Dat ik dacht, ik ga nu niet bellen. Want je wilt gewoon netjes blijven aan de telefoon. En ik denk, ja, weet je, ik heb wel eens vaker gehad dat ik met die instantie moest bellen. En dan krijg je wel eens mensen aan de telefoon. En die zijn een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Dan zijn ze een beetje van, een beetje bedweterig. Of echt een beetje bij de hand. En ik denk, dat ga ik nu niet trekken als ik zo'n iemand aan de telefoon krijg. Dus ik dacht, nou, ik ga het me even een paar dagen uitstellen. Die woede heeft ook echt een paar dagen geduurd bij me. En ik dacht, nu ga ik gewoon eventjes bellen. En nu had ik gewoon eigenlijk een hele vriendelijke vrouw aan de telefoon. En is het gewoon een goed gesprek geweest. Heb ik een goed gesprek kunnen voeren. Dus dat was wel prettig. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb eventjes een klein deeltje van Commando's gekeken. Daar kijk ik vanavond het laatste deel van af. En dan is die ook klaar. Dus dat heb ik gekeken. Dan heb ik nog een Van God Los gekeken. En daarna een stuk van Undercover. En ik heb weer Eigen Kweek gekeken. Dat was nu de laatste. Is jammer. Ik moet op zoek naar een nieuwe serie. Dus dat ga ik vanavond even doen. Ik heb ook Rex gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt. En ben ook al even begonnen met de foto's voor het artikel van Essence. Want dat is best wel groot. En daar moet ik gewoon best wel veel foto's voor bewerken. Dus nou, echt. Heel, heel bijzonder allemaal. Dus ja, veel voor uitwerken in ieder geval. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen en de kattenbakken doen. En daarna ga ik eventjes de video opnemen voor zaterdag. Dan is dat klaar. Ik ga nu eerst even het Instagram berichtje versturen. En dan ga ik even wat doen. En ik ga daarna nog even bullet journalen. Dus ik denk dat ik jullie daar dan nog wel eventjes bij zet. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, de video staat er inmiddels op. En ik heb hier het licht aangedaan, want het regent echt heel erg. Ik vind het wel gezellig. Ik ga nu nog even lekker bullet journalen. Ik ga eerst even wat drinken en dan ga ik de spullen pakken. Dus dan ga ik jullie dan nog even bij zetten. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Mocht je afvragen wat ik nou allemaal heb gedaan. Ik heb hier wat dingen bij getekend. Dit zijn de doodles voor december. Ik moet nog het een en ander gummen. Hier moet een plaatje overheen, want die is mislukt. En deze ook. Dit is verder al een beetje klaar. Ik moet hier en daar nog wat gummen, maar ik had mijn gum niet bij de hand.
Deze is bijna af en ik moet hier nog wat doen. Want ik heb bij nummer 4 heb ik sneeuwvlokken en het moet een dennenappel zijn. Dus dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Verder heb ik even wat dingen hierbij gewerkt. De boeken, want ik heb in mijn boek kan niks meer in, zeg maar. Want die zit vol. De vlogs heb ik bijgewerkt. Nou, even, dit doe ik even op losse blaadjes. Want ik heb wel een nieuw boek besteld. Die komt goed morgen binnen voor 2021. Dus, maar ik ga nu in ieder geval even opruimen. Want het is nu bijna tijd voor de kat om te eten. En dan kan ik gelijk ook eventjes nog de kerstkaart ophangen. Kijk, de kerstkaartjes hangen erbij. Hoe leuk. Ja, superleuk zo. Vind ik wel een goede oplossing. Zeker voor herhaling vatbaar. Ik kreeg net een geweldige foto van Lente door. Mijn moeder had er een kerstmuts op gezet. Echt, hij zat, het was gewoon een volwassen kerstmuts. Maar hij bleef echt zo onder hoofdje zitten, slag echt zo op de buik. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, fantastisch. Nou, eventjes dan nog gejournald. Maar ja, het was niet zo heel veel. Het is niet zo handig met jullie erbij te zetten, geloof ik. Maar ja, ik moet daar even weer een beetje goede plekken in vinden. Het is ook heel donker hier. Dus ik zit al met alle lampjes aan. Die had ik al nodig bij het filmen. Dus wat dat betreft, prima dagje. Ik ben wel een beetje zat. Ik ga nog even lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en dan ga ik eten maken. Ik eet spinazie. Eet aardig veel spinazie, vind ik dat het zo lang moet uitlekken. Er blijft zoveel zat achter. Dat vind ik altijd jammer bij spinazie. Maar goed, ik heb het ook al een tijdje nu op. Dus ik hoop dat ik het lekker ga vinden. Vast wel. Ik hou wel van spinazie hoor. Verder kijk ik vanavond lekker weer GTST. Het was zo spannend. Vrijdag of donderdag. Dus ik hoop echt dat het verder gaat. Daarna heb je het programma van Bo. En ik zal even nakijken hoe het heet. Want ik durf het je niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik weet dat het iets was met Supergood. Ik zoek even de tv-gids op hoor. Bo en de daklozen komt. En dan gaat hij terug naar die mensen die hij heeft begeleid in die projecten, zeg maar. Dat was Amsterdam, Rotterdam. Ik weet niet precies waar hij naar terug gaat. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien hoe het nu met die mensen gaat. Dus dat vind ik heel leuk. Neem ik even 100-jarige, Gordon en de 100-jarige neem ik op. Dus dat ga ik sowieso kijken. Dan kijk ik het laatste stukje van Commando's. Dan ga ik mijn artikel schrijven. Ik ga even verder met het bewerken van de foto's. En nu wil ik ook even de foto's van mijn camera importeren. En de video die ik vandaag heb opgenomen. Want die moet ook al in elkaar gezet worden deze week. En verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Een nieuwe Netflix serie uitzoeken waar ik nog niet over uit ben. Dat is ook zoiets dramatisch bij mij. Maar goed, er komen vast wel uit. Daarna ga ik even Rex kijken en ik ga vanavond weer lekker mijn boek lezen, want ik heb weer een fantastisch boek, dus daar kan ik wel van genieten. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen, dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag, het is 22 december. Ik heb het koud, maar dat komt straks goed, want ik ga poetsen. Ik ben klaargemaakt en mijn kaptafel is ontploft, want ik heb echt te veel make-up erop liggen, dingen die ik heb moeten testen en die ik nog moet gaan testen. Die liggen nu dus allemaal nog een beetje rondbezaaid. Maar goed, ik ga donderdag ga ik toch de kaptafel helemaal opruimen. En dan ga ik ook de make-up klaarleggen die ik voor kerst wil gaan gebruiken. Dus dat ga ik dan al een beetje uitzoeken. Dus dat is op zich wel leuk. Ik heb gisteravond heerlijk televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Goede Tijden. Was spannend. Daarna heb ik gekeken naar Bo en de daklozen. Dat was echt een heel mooi programma. Bo heeft 3 programma's gemaakt. Project Amsterdam, Project Rotterdam en De Sleutel. Ik heb Project Amsterdam nooit gezien. Dat schijnt in 2015 op tv te zijn geweest. Het was ook niet echt een heel goed jaar voor mij. Dat ik ook dus niet alles heb meegekregen wat er op televisie was. Daar baal ik best wel een beetje van. Want ik vond Project Rotterdam gewoon heel mooi. En ik had ook graag het project van Amsterdam gezien. Maar ik heb ergens nog de hoop gehad dat ze het nog eens zouden gaan herhalen. Maar dat is helaas nooit gebeurd. Bo ging nu terug naar die mensen om te kijken hoe het nu een aantal jaar later met ze gaat. Of ze nog een dak boven hun hoofd hebben. Dus ja, de mensen uit het Amsterdam project, die kende ik dan verder niet. Dus ik kende het verhaal er ook niet achter. Maar die van Rotterdam dan wel. Ja, mooi, aangrijpend ook wel. De meesten zijn nog steeds goed terechtgekomen eigenlijk.
Ja, de meeste hebben, ze hebben eigenlijk allemaal gewoon nog een dak boven hun hoofd. Sommigen die hebben een hele goede baan. Of ze zijn nog zoekende met wat ze willen. Er waren er ook een aantal die wilden eigenlijk niet meer terugkomen op hun verleden. Hoe ze ervoor hebben gestaan. En sommigen die waren daar wel gewoon heel open in. Heel mooi programma. Donderdag heb je deel 2. En dan gaat hij terug naar de mensen die hij dus een sleutel heeft gegeven. In het project Amsterdam en project Rotterdam gaf hij zijn pinpas. Met 10.000 euro. En in de sleutel gaf hij dus een sleutel van een woning. Ja, dat was heel mooi. Ik ben ook heel benieuwd naar deel 2. Ik denk, ik ga dat gewoon opnemen. Want ik ga dat niet kunnen zien. Want je hebt, ja, er is gewoon te veel op televisie. Maar dan kan ik dat gewoon even van het weekend nog terugkijken. Want je hebt met kerst eigenlijk ook niet heel veel op televisie. Alleen vrijdagavond valt de televisie voor mij weg. Omdat ik dus er niet ben. Maar goed, dat geeft op zich niet. Dat kan ik gewoon later lekker gaan terugkijken dan. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met de mensen van de sleutel gaat. Volgens mij leeft die ene man met al zijn dieren inmiddels wel weer op straat. Wat ik zag bij het voorstukje. Maar die zag Bo ook helemaal in tranen. Maar goed, dat ga ik dan bekijken. Laatste deeltje gekeken van commando's. Ja, ik vond het nog steeds een beetje vaag. Ik weet wel, ik geloof niet dat het helemaal mijn serie was. En omdat ik eraan begonnen was, wilde ik het wel uitkijken. Maar ja, het was allemaal een beetje vaag. Mijn artikel is online gekomen. Ik heb ook al gewerkt aan de foto's voor mijn artikel van morgen. Dus dat. En ik heb gekeken naar een nieuwe Netflix-serie. Dat is De 12. Dat gaat over een 12-koppige jury die bij een rechtszaak aanwezig is. Het zijn eigenlijk mensen die gewoon allemaal een baan hebben. En die dus willekeurig gekozen worden en daar dus bij komen zitten. Ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Want ik heb pas 1 aflevering gekeken. En het is een Vlaamse serie. Dat kan ik wel vertellen. Maar zoals ik vond de eerste aflevering wel spannend. Dus ik vind het wel leuk om aflevering 2 te gaan kijken. En daarna heb ik naar Rex gekeken. Dat was verder mijn avond. Ik heb alleen weer heel erg nachtmerries gehad. Ik werd al een keertje vroeg wakker. En ik was helemaal van mijn padje af. Ik was bezweet. En nou, het ging eventjes niet zo heel top. Toen ben ik gelukkig nog wel weer even in slaap gevallen. En toen heb ik geloof ik wel weer gedroomd. Dus het ging weer een beetje over. Maar goed. Dat hoort er soms een beetje bij. Ik ga zo lekker aan de schoonmaak. Ik ga even de was aanzetten. Die heb ik gisteravond al verzameld en in de machine gestopt. Die ga ik even aanzetten. Ik hoop dat de handdoeken droog zijn. En dan ga ik daarna eventjes de douche doen. En nou ja, eerst de gang en dan de douche. De kattenbakken. Ik denk dat jullie bij de douche dan gewoon weer bij zitten. Zoals eigenlijk elke week. Want dat is gewoon het makkelijkste. Dus ik ga een muziekje aanzetten. En dan ga ik eventjes wat doen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. En ik moet nu eventjes wat meer doen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Dus ja. Ik ga aan de gang. Helemaal klaar. Echt heerlijk. Ik heb zelfs de boeken alvast van het plankje gehad. Dan hoef ik dat morgen niet te doen, want ik was nu vrij vroeg.
ik dacht, nou, dan heb ik dat gedaan, dat ik morgen boodschappen ga doen. Ik ben alleen helemaal niet blij met deze nagellak, want ik heb net weer bijgewerkt. Het is geen nagellak die een week volhoudt. Dus ik ga ervan uit dat die er morgenavond afgaat. Want meestal net boodschappen doen heb ik nog meer beschadigingen. En ik ga donderdagavond toch mijn nagels in kerststijl maken. Maar ja, ik vind het een heel leuk kleurtje. Maar de langdurigheid van de lak vind ik heel slecht. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar ja, het is wat het is. Ik kan gewoon heel slecht tegen chips. En dan ga ik ze dus toch weer bijwerken, waardoor het niet echt mooi wordt. Maar kijk, je ziet nu hier best wel, ik weet niet of het echt scherp stelt, wat plekjes die ik heb bijgewerkt, zoals deze ook. Nou ja, het is niet anders, maar in ieder geval, de douche is schoon. Ik heb mijn wc-matje neergelegd. Ik heb ook het nieuwe zeepompje neergezet, want die andere was op. Ik heb weer een nieuwe zeeblok erin gehangen. Mijn laatste bruisblokje heb ik erin gegooid, dus die moet ik wel weer even meenemen. Maar ik moet vanavond sowieso nog even een boodschappenlijstje maken. De kattenbakken zijn lekker schoon, de hele gang is schoon, hun bakjes zijn afgewassen. Dus wat dat betreft heel productief, maar ik voel me nou ook heel voldaan omdat ik zoveel heb kunnen doen. Vanavond kijk ik naar de finale van het perfecte plaatje. Ik baal een beetje, want het valt net samen met Chateau Meiland. Dus dat heb ik al opgenomen en ook vier handen op één buik. Ja, en ik hoop gewoon dat Stefano gaat winnen, dat hoop ik echt heel erg, want ik ben gewoon voor hem. Ja, verder ga ik weer naar de 12 kijken en heb ik nog een Rex. En ik ga de foto's bewerken voor het artikel voor morgen en ik hoop de vlog al af te krijgen. Dus ik ga een beetje proberen door te werken. Maar ook even lekker GTSD en gewoon ook wel een beetje chill, maar ook een beetje aan het werk voor YouTube en de blog. En dat vind ik ook wel belangrijk. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en zou je het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren. Dat zou ik heel leuk vinden. Het kan er op de knop met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf op de rode button. Daarnaast staat een belletje, die kun je aanvinken en dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te gaan zien. Doeg!